Rode Kruis haalt geld op voor slachtoffers Irma. Ouders moeten op alle kinderen letten. En Vocal Academy houdt open dag. Goedenavond en welkom bij deze uitzending van Je Eigen Journaal. Het Rode Kruis is begonnen met het inzamelen van geld voor de slachtoffers van orkaan Irma in het Caribisch gebied. Honderden mensen zijn dakloos geraakt en hebben al hun bezittingen verloren. Ze hebben zij alles kwijt. Ik zag de laatste foto op Nationaal. Alles is gewoon weg, dus je gaat alles echt weer opnieuw moeten investeren. De huizen van die mensen, de daken zijn weggewaaid en die mensen zijn nu dakloos door die orkaan. Alle huizen zijn weg, alle auto's, gebouwen, alles. En ja, het is erg. Het geld dat wordt ingezameld is bedoeld voor de landen Barbuda, Sint Maarten, Haiti, de Dominicaanse Republiek, Cuba en Florida. Deze gebieden zijn zwaar getroffen en hebben hulp nodig, zodat ze weer opgebouwd kunnen worden. Het geld is bedoeld om de Caribische eilanden eigenlijk een economische boost te geven en zodat ze wederopbouw kunnen doen. Het Surinaamse Rode Kruis is onderdeel van het grotere Rode Kruis die internationaal werk verricht. De Surinaamse afdeling haalt het geld op en geeft dat aan de moederorganisatie. Deze internationale Rode Kruis zorgt dan op hun beurt ervoor dat de getroffen landen het geld krijgen. Het is een goed idee, maar wij zijn zelf ook een beetje precair. Dus we zouden het wel goed moeten regelen dat er genoeg geld hier is en ook dat we genoeg geld naar daar kunnen sturen. Dus ik vind het goed dat NCC en het Rode Kruis dit initiatief hebben genomen om geld op te halen, om pakketten te verzamelen om te sturen voor het land. Als je mensen helpt, natuurlijk ga je meer vrienden maken. Als er wat met jouw land is, gaan ze weten. En ze hebben ons geholpen, we kunnen hun ook nu helpen. De mensen kunnen de gelden storten op de rekeningen die nu in beeld komen. Of ze kunnen de Facebookpagina van het Surinaamse Rode Kruis bezoeken, waar ook alle informatie staat. Niet alleen het Rode Kruis, maar ook de overheid probeert geld en goederen te verzamelen voor de slachtoffers. Langzaam maar zeker komt de hulp op gang vanuit de verschillende landen. In de vakantie heb je genoeg tijd om een dagje te gaan fietsen met vrienden en familie. Zorg er dan wel voor dat jij de regels kent tijdens het fietsen. Wees veilig, ook in de vakantie. Verkeersveiligheid, tip van de dag. Fietsers, één tip voor jullie. Als jullie jullie bochten willen beschrijven, gaat u dus links. Maakt u gebruik van uw linkerhand. Een voorbeeld, ziet u de mijne? Kijkt ook even eens naar achter, ik zeg niet helemaal. Maar dat u ook u zelfs kunt overtuigen dat het vrij is achter u. Hetzelfde geldt als u rechtsaf wilt gaan. Uw rechterhand even uitsteken, niet helemaal. En dan kijkt u lichtelijk naar achteren als het vrij is. Zodat u weet dat u voorrang heeft gehad en uw weg dus vervolgen kunt. Steeds meer volwassenen bellen naar de kindertelefoon. Dit heeft voornamelijk te maken met de nieuwe campagne van de kinder- en jongerentelefoon die al een maand gaande is. Met de campagne Wees een held en meld, wil de organisatie dat de sociale controle verbeterd wordt. Pesten, beledigen, slaan, doe dit onze jongeren nooit aan. Laat een kind niet. Met deze reclames roept de kinder- en jongerentelefoon, KJT, voornamelijk volwassen personen op om beter te letten op kinderen. En dan niet alleen hun eigen kinderen. We merken toch een trend dat er een beetje terughoudendheid is. Mensen zijn eigenlijk een beetje bang of soms
willen ze gewoon niet melden. Waarom niet? Omdat ze denken ze willen geen ruzie hebben met het kind, zijn of haar ouders. Als het gaat om een zus, een tante of een buurvrouw, dan willen ze vaak niet melden. Dus daarom willen we ze met deze campagne aansporen, omdat volwassenen voor kinderen moeten zorgen. En het gaat niet erom als het jouw kind is. Je moet niet alleen voor jouw kind zorgen. Je moet helpen zodat alle kinderen veilig zijn. En de manier waarop volwassenen dat kunnen doen, is door te bellen naar 123 en te melden als ze iets zien. Je hebt mij verkracht en geklapt met jouw levenswijze. Is dat wat ik verdien? Je zag toen hij mij afzette, maar je deed alsof je niets had gezien. Pika, mianai pikin. Bespaar mij. Dit heeft allemaal te maken met de sociale controle. Vroeger was het normaal dat volwassenen op elkaars kinderen letten en ook hen erop wijzen wanneer zij op een niet goede manier met hun kinderen omgaan. De KJT vindt dat heel veel kinderen geen erge dingen hoeven mee te maken als een ieder op elkaars kinderen let. Mensen moeten op een gegeven moment weer die sociale controle gaan uitoefenen en het moet geaccepteerd worden. Wanneer iemand je dat zegt, je moet er tenminste over gaan nadenken, toch? Van heeft die persoon gelijk en wat kan ik er dan aan doen? Hij kuste haar. Haar moeder zag het, maar ze zei niets. Het is goed dat andere volwassenen ook met andere ouders praten, omdat niet alle ouders begrijpen dat mishandelen van hun kinderen niet goed is. Iemand moet iets erover zeggen, want dat kind ziet zoveel mensen langs gaan en niemand die er helpt, of hem of zij helpt. En ze gaat zich echt verloren voelen en zo. Dus ja, je zou eigenlijk moeten zeggen. Dat volwassenen toekijken hoe een kind gepest, mishandeld, verwaarloosd en of misbruikt worden, is geen goede keus. En daar staat de uil van de campagne voor. Een uil is wijs. Dat zegt men, uilen zijn wijs. En wij willen dat de mensen niet het makkelijke besluit nemen, maar het wijs besluit nemen. Dat ze doen wat ze moeten doen. En vandaar de uil. Verder zit de uil in het donker. Meestal gebeuren deze dingen, verwaarlozing en misstanden, zeker seksueel misbruik, gebeuren niet op straat, zodat je het kan zien. Het gebeurt ergens in het donker, weg van waar mensen het kunnen zien. En een uil kan het wel zien. Toch? Want ze zien in het donker, dus dat is die symboliek van een uil. Een uil kan zijn hoofd 360 graden draaien, dus je kan observeren, je moet observeren. Dus dat is een beetje de symboliek geweest van daar de uil. Maar het ging vooral om de wijsheid. Neem een wijs besluit. Neem een besluit dat goed is voor het kind. Jij kan een lief van vandaag nog redden. Dus blijf niet dralen om de twijfels, maar spreek met de cijfers. Want jouw geheim is ons geheim. Bel 123 kinder- en jongerentelefoon. Wees een held en meld en stop misstanden tegen kinderen. De campagne duurt tot en met 20 november. Dan hoopt de organisatie dat steeds meer volwassenen durven ouders aan te spreken als die kinderen niet goed behandelen. Maar ook als zij het goed doen, een compliment te geven. Per 1 oktober verzorgt Music Art Foundation lessen in zang en dans. Om kinderen alvast kennis te laten maken met de lessen, organiseerde de stichting deze week 3 open dagen. Er is dansen en zingen. Als ik dans en zing, dan word ik heel vrolijk. Ik zit hier op toneelles, dansen en zingen. Ik ben met juf Haley hier bezig geweest. Toen zijn we naar hier gekomen, hebben we wat liedjes geoefend en ook een klein stukje dansen. De nieuwe muziekschool is een droom van Heliante Redan. In samenwerking met het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs komt zij vaker in contact met jongeren die getraind moeten worden in het verbeteren van hun zang om Suriname te vertegenwoordigen in het buitenland. Daar is zij erachter gekomen dat de kwaliteit in Suriname verbeterd moet worden. En dat wil zij bereiken met de academy. Je stem is een instrument. De persoon van wie die stem is, die is een muzikant dus. En die moet zijn eigen instrument kunnen bespelen. En om een instrument te bespelen zijn er zoveel dingetjes die je kan leren, die je moet weten. En dat willen we allemaal doen. We gaan bijvoorbeeld de logopedist ook gebruiken. We gaan muziektheorie ook geven, zodat mensen ook een theoretische basis hebben. En vanuit de muziektheorie kan je altijd in de praktijk veel beter verder.
We gaan bewegingsleer doen. Een dansleraar zal ons ook daarbij helpen. Dat je niet alleen geweldige choreografieën hoeft te doen. Maar dat je ook weet van hoe moet mijn lichaamshouding zijn. Hoe beweeg ik me over het podium. Hoe gebruik ik een groot podium optimaal. Dus al dat soort zaken zullen we dan doen op de Vocal Academy. Zang is uniek. Het is leven. Het is leuk om muziek te horen. Vooral als je zelf een artiest bent en je zingt, is het echt uniek om tussen mensen te zijn. Het voelt goed aan om tussen mensen te zijn die kunnen zingen. De lessen worden één keer per week en daar op de zaterdag verzorgd. De groepen worden verdeeld onder kinderen tussen de 5 en 11 jaar en een groep van 12 jaar en ouder. Iedereen die mee wil doen, moet een bedrag van 150 SRD per maand betalen. Uiteindelijk moet de nieuwe muziekschool ervoor zorgen dat jongeren echte entertainers worden. Hebben ze deze opleiding afgerond, dan krijgen ze ook een diploma. En de 10 minuten zijn om, ja, maar morgen zijn we er weer. Slaap lekker straks. Doei doei!